Ons moet die vermeervuldiger gaan bereken in een open economie met een overheid. En ons wordt die volgende waardes gegeven. Grensverbruiksnelheid is een 3/4. Die belastingkoers is een 9e. En die marginaal of die grensinvoergeneigdheid is een 6e. Nou moet ons die vermenigvuldiger gaan breken. Eerste stap? Ja, ons moet die correcte formule gaan identificeer. Ons werk nou met de open economie met een overheid, so die formule is 1/(1-c), 1-t plus m. Volgende stap, vervang die waardes in die formule, soos 1/(1-c) is 3/4, 1-t wat een 9e is, plus dan die invoergeneigdheid van een 6e. Volgende stap, Hendrik van der Merwe, eerste snakies, ons los dit op, die rest skryf ons net so neer, 1-3/4, ons gaan nou daarby kom, plus een 6e. Dit is snakies, 1-9, wat bly oor? 8/9. Nou kan ons hier nie gaan vereenvoudig. 4 gaan homself 1 maal en 8 2 maal, 3 gaan homself 1 maal en 9 3 maal. So, ons bly oor met 1/2/3 plus 'n 6e. Nou moet ons hierdie gaan vereenvoudig. Die maklikste is om die grootste gemene gedeler te gaan identificeer, 3 en 6, so dit sal met ander woorde 6 wees. 1 gaan in 6, 6 maal 6 maal 1 is 6, minus 3 gaan in 6, 2 maal 2 maal 2 is gelijk aan 4, en dan 6 gaan in 6, 1 maal, so is plus 1. So ons kan dit nou gaan vereenvoudig, 6 minus 4 is 2, plus 1 is 3, so ons bly oor met 1/3/6, nou 3/6 is dieselfde as 1/2, en as ons dit oplos, dan sien ons die vermenigvuldiger is gelijk aan 2, ek hoop dis in die bord. Goed, om op te som, ons moet die vermenigvuldiger gaan bereken het, gegewe een oop ekonomie met een overheid, ons identificeer die correcte formule, ons vervang die waardes in die formule, ons begin deur belasting op te los, ons vereenvoudig dit, en dan kry ons dat ons vermenigvuldiger gelijk is aan 2.